Een auto is maandag rond 14:15 's middags in brand opgegaan in Panningen. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats bij het Ringhovenpark. Volgens buurtbewoners is de brand aangestoken met een aanmaakblokje. De brandweer werd snel gealarmeerd om het vuur te blussen. Het is niet de eerste keer dat er een auto in brand stond. Onlangs vond er op dezelfde plek in Panningen ook al een brand plaats. Op het dak van de Heuvel in Panningen komen 410 zonnepanelen te liggen. De voorbereidingen hiervoor zijn maandag gestart. De zonnepanelen worden geplaatst op het dak boven hal 2. Het asbestsaneringsbedrijf is gestart met de werkzaamheden. Mustafa Amhouch, voorzitter van Targos BVHC, laat weten dat de club op deze manier elke euro kan besparen om weer in te zetten voor de handbalsport. Tevens draagt de handbalclub bij aan de doelstellingen voor klimaatafspraken voor energie en CO2. De 8-jarige jongen die donderdag verdronken is in Meijel is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Dat blijkt uit het politieonderzoek. Het jongetje was met vriendjes aan het spelen bij een visvijver aan de Donkse weg toen hij in het water terecht kwam en verdronk. Verschillende hulpdiensten werden gealarmeerd. Het kind werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. In Rotterdam is het team B20 en ouder van SSS Helden Nederlands kampioen geworden op het NK Jazz Dance. Het team voerde de landelijke ranglijst al aan en maakte als 17e finalist in de finale de favoriete rol waar met deze dans. In Rotterdam vonden dit weekend de Nederlandse kampioenschappen turnen voor dames en heren, trampolinespringen, ritmische gymnastiek, acrobatische gymnastiek, jazzdance en streetdance plaats. Het waterschap Pelle-Maasvallei brengt alle stuwen de komende weken gefaseerd terug in de winterstand. Dit is een gevolg van de extreme neerslag van de afgelopen dagen. De grondwaterstanden zijn dermate hoog dat ze op het niveau van de winter zijn. Het terugzetten van de stuwen in winterstand is, zeker voor de tijd van het jaar, een uitzonderlijke maatregel. Hiermee hoopt het waterschap de waterafvoer te versnellen. Zondagmiddag viel er opnieuw veel neerslag in de gemeente.